Bijna heel Nederland staat stil bij 100 jaar de stijl. De stijlkunstenaars die reflecteerden op de nieuwe wereld met nieuwe kunst. Die vooral ook abstract en in primaire kleuren en in geometrische composities gestalte kreeg. Chris Beekman behoort heel duidelijk tot de periferie van de stijl. Iemand die er met één been in stond, maar misschien ook alweer met twee erbuiten. En mijn eigen interesse gaat heel sterk uit naar die personen die in die rafelranden van zo'n beweging opereren. Omdat ze misschien juist met hun kunstwerk ons ook opnieuw dwingen met andere ogen te kijken naar alles wat we dachten dat we al kenden. Chris Beekman groeit op als kunstenaar in die vroege jaren van de 20e eeuw. De stromingen bereiken langzaam maar zeker Nederland, dus het modernisme slaat ook hier toe. En je ziet dat Beekman eigenlijk probeert te zoeken naar wat nu voor hem de meest passende vorm is. Dus in 1910 maakt hij misschien nog werk wat erg lijkt op Van Gogh. En van daaruit zie je dat hij steeds meer ook beïnvloed raakt door bewegingen in Parijs. Waar veel Nederlandse kunstenaars vooral gegrepen waren door fauvisme en expressionisme, zie je dat Beekman zich richt op iets wat niet zoveel anderen doen. En dat is veel meer op een sociaal-realistische stijl. Veel kunstenaars trokken naar buiten Amsterdam. En met name Blaricum en Laren waren populaire bestemmingen. Veel kunstenaars bij elkaar die daar praten over de vernieuwing binnen de kunst. En ook iemand als Piet Mondriaan en vooral ook Bart van der Lek hadden een grote stem in die gemeenschap. En die stem die bereikte ook Chris Beekman. Ik vind het heel charmant, vind ik dit. Dat sociaal bewogene zit er heel duidelijk in, alsof dit een tafereel is in Laren of in Blaricum of waar dan ook. En tegelijkertijd zoekt hij dus al naar die nieuwe wereld, die nieuwe verbeelding van de moderniteit, die wellicht nog beter tot uitdrukking te brengen was met een abstracte stijl. Kijk, als mensen hun ogen dicht doen en ik zeg de stijl, dan zien ze eigenlijk een Mondriaanschilderij. Een lijnencompositie die enkel uit horizontale en uit verticale bestaat, met abstracte kleurvlakken in een soort ideale compositie gevat. En dat is ook precies wat Beekman doet. Het zijn allemaal hoekige composities, ze zijn abstract en ze hebben bijna primaire kleuren. En dat vind ik zo mooi aan zijn werk. Het is niet voor niks de afvallige, omdat hij terugkeert naar de figuratie, maar ook de afvallige, omdat hij zich weer niet helemaal precies voegt in dat grid. Zijn geel bijvoorbeeld is altijd net afwijkend. Hij heeft niet zo'n mooie heldere citroengeel zoals we dat kennen van Van der Lek of van Mondriaan. Maar is een soort mengvorm, alsof hij net niet die allerlaatste stap wil zetten. Alsof hij een beetje weerbarstig blijft, een beetje blijft verzetten om tot die groep te behoren. Nou ja, wat natuurlijk vloekt met Mondriaan hier is het gebruik van diagonalen. Hij verlaat de stijl volledig. Alles wordt losgelaten om weer helemaal terug te keren naar een hele realistische, sociaal geëngageerde kunstvorm. Chris Beekman geloofde niet dat de arbeidersklasse gediend was met een abstracte beeldtaal. Hij geloofde niet dat daarmee zij een beter leven konden krijgen. Nadat hij gestopt is bij de stijl, echt radicaal gebroken, wordt hij een soort chroniqueur van Amsterdam. Dat zie je bij deze ook. Dit is niet alleen een demonstratie, maar dit is zelfs een verboden demonstratie, waarbij al die arbeiders door de straat trekken. Wezenloze blik op oneindig. En als je dan gaat kijken naar die handjes, dan wordt het nog mooier eigenlijk. Die handjes die zijn heel verbeten. Allemaal hebben ze iets, een vuist al klaar om in de lucht te steken. Ik denk dat het mooiste aan deze tentoonstelling is dat het toch een soort overzicht geeft van de hele verschillende elementen van zijn oeuvre. En dat je ook heel erg proeft en voelt hoe enorm gedreven hij was om ook de wereld te verbeteren en de wereld te veranderen met zijn kunst. Zijn werk stond echt in het teken van een betere wereld.